cola voor me. Ja, proost mannen. Ik wil natuurlijk ook afgerust worden met flinke ruzies. Dat... Ja, dan ging het er hard op toe hoor. Ja, maar geef vier jongens maar eens één PlayStation. Ja. Nou, we zijn nu bij mij thuis. Dus ja, hier woon ik. Lekker in de stad, dus dat is top. Hier is het dan. Kom verder. Hé, hey, maatje. Oh, kijk. Hey. Hey jongens, camera schuw al, weet je. Ja, is er nog wat gebeurd in jouw studentenleven? Ja? Natuurlijk, die gelegenheden als Sinterklaas, Kerst en alles, ja, die probeer je ook gewoon samen met je familie te pakken. Ja, daarbuiten zijn we niet meer echt heel vaak zoals vroeger met z'n vieren. Want ja goed, iedereen heeft gewoon zijn eigen planning natuurlijk nu. Je wordt steeds ouder helaas. Dus nee, ja, niet heel vaak dat we echt nog met z'n viertjes zijn, maar in ieder geval de momenten dat het kan, proberen we dat wel in te plannen. Ja, we zitten nog een beetje in een twijfel, maar ja, nieuwscafé of Hooghout staat dat wel hoog op het lijstje. Doe die ogen. Lekker man. Ook gewoon een biertje als je daar zin in hebt. We zijn naar de Jumbo en ik wil anders ook eigenlijk nog niet een gelunch. Ik heb één broodje paté gegeten vandaag. Wat dacht je dat we hier gingen lunchen? Ja, natuurlijk. Kijk, zij zit in het studentenleven en ik in het voetbal. Dus ja, heel simpel. Ja, dat is het verschil. Maar qua persoonlijkheden denk ik dat we allemaal eigenlijk wel redelijk dezelfde soort gasten zijn. Die allemaal wel houden van een donnetje en gewoon ja, goed met vrienden zijn en wat dan ook. Ja, ik vind het wel mooi hoor. Ik moet zeggen, ook omdat het verschil dus ja, dusdanig groot is, heb ik eigenlijk, hoor ik eigenlijk altijd van hun wel gewoon leuke verhalen daarover, weet je wel. En aangezien ik zelf wat dat betreft niet heel veel meemaak, is dat voor mij altijd wel gewoon wel leuk om te horen, zeg maar. Ja, ik wou zeggen, zonder ons werd jij gepest, maar ja, dat is ja, zonder ons werd je gepest. Jij een hele zware jeugd op de baas gooien. Dus... Ja, cola voor mij. Ja, proost man, dat heb ik niet gezegd, maar... Nee, dat hoeft bij mij niet, maar proost. Ik moet zeggen, ze houden volgens mij wel van een biertje. Maar daar blijft het ook wel bij. Ik denk dat de meeste van hun altijd wel gewoon lekker drinken, een biertje. Hij is ook gezellig zonder alcohol. Nou, zij pushen mij heel erg om bier te drinken. Ik moet van hun. Vooral discipline is denk ik wat Jorg heel veel heeft. En we zijn natuurlijk alle vier wel sporters. Maar ja, Jorg is iets meer talentvol dan wij. Dat kan je wel zeggen. Maar goed, de discipline en elke ochtend op willen staan en elke dag willen trainen, dat doe je ongeveer wel, denk ik. Ja, dat moet je maar willen en dat moet je maar kunnen ook. De talentvolle jonge man. Zo. Met de wereld aan zijn voeten. Mooi gezegd. Heel mooi. Ik kreeg onlangs een filmpje doorgestuurd van onze vader. En toen zag ik dat we met z'n viertjes in de achtertuin een beetje zaten te... Nou, ik weet niet, hockeyen, voetballen, wat dan ook, weet je wel. Maar als ik daaraan terug, denk ik wel van, ja, dat was wel genieten, hoor. Zaten we met z'n allen een beetje te voetballen, of wat dan ook. Totaal oneerlijk, zo. Totaal oneerlijk ook, ja. Twee voetballers, twee hockeyers, zo. Ja. Dus nee, dat zijn wel... Als ik daarnaar terugkijk, denk ik wel van, ja, dat was wel echt wel mooi. En dan ging het er hard aan toe, hoor. Nou, je hield geen rekening met elkaar in ieder geval, dus... Dus nee, dat was wel... Daarom is Jorg ook zo hard geworden. Nee. We zitten dan met z'n vieren bijvoorbeeld thuis op de bank toen we nog jong waren. Dan komen we gaan lekker buiten in het voetbalveldje spelen. En dan doen we gewoon iets leuks en dan verzinnen we wat. Ja. Kon natuurlijk ook afgerust worden met flinke ruzies. Dat... Jawel, vroeger waren ze er wel hoor. Ja, maar geef vier jongens maar eens één PlayStation. Ja, dit vind ik dus echt helemaal niks. Echt, dit is één keer en nooit meer. Laat deze er maar in.